Goedenavond, dames en heren. Bij een bomaanslag in Parijs vanavond om 7 uur zijn 4 mensen om het leven gekomen en zeker 10 ernstig gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd vlak bij de synagoge aan de Rue Copernic in het centrum van Parijs. Direct na de explosie liet de fascistische organisatie FNE weten de bom te hebben geplaatst. Op het moment van de explosie was het vrij druk in dit deel van Parijs. Toch werden betrekkelijk weinig mensen, 4, het slachtoffer van de aanslag. Zou de bom een half uur later zijn geëxplodeerd tijdens het uitgaan van de synagoge, dan zou het dodencijfer tientallen keren hoger zijn geweest. De bom, die volgens de politie uit meer dan 10 kilo explosieven bestond, was geplaatst in of onder een geparkeerde auto. Het lot van de Belgische regering hangt sinds vanavond aan een zijden draad. Binnen de 3-partijen-regering van premier Martens is een conflict ontstaan tussen de liberalen enerzijds en de socialisten en de christendemocraten anderzijds. De liberalen vinden de voorgestelde bezuinigingen in de sociale sector te laag. Premier Martens heeft voor morgenochtend een kabinetsvergadering belegd. Vanmiddag heeft hij koning Boudewijn van de moeilijkheden op de hoogte gesteld. De voorzitters van de 3 betrokken partijen zijn vanavond 5 uur bijeen geweest in een laatste poging het conflict bij te leggen, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd. De visie van bisschop Gijssen op de priesteropleiding wordt door de paus volledig gehonoreerd. Dit is bekendgemaakt door de woordvoerder van het bisdom Roermond naar aanleiding van het bezoek dat Gijssen vorige week op uitnodiging bracht aan paus Johannes Paulus. Intussen is het niet duidelijk of de paus nu ook vindt dat Gijssen in het openbaar uitspraken mag doen over de opleiding. Zoals bekend is het onderzoek dat een commissie instelt opgeschort omdat Gijssen kritiek blijft spuien, onder meer op de priesteropleiding in Heerlen. De commissie was het onderzoek begonnen in opdracht van de Nederlandse bisschoppensynode in januari in Rome. Dan het nieuwsoverzicht. Het overleg tussen de regering en de sociale partners is vandaag mislukt. Werkgevers en vakbeweging stonden vandaag in Den Haag lijnrecht tegenover elkaar. Minister Albeda van Sociale Zaken heeft gedreigd met een loonmaatregel als werkgevers en vakbeweging niet tot afspraken kunnen komen. De werkgevers willen alleen praten als er gesproken kan worden over verlaging van de huidige prijscompensatie. Wim Kok heeft namens de vakcentrales al laten weten dat er niet aan de prijscompensatie valt te tornen. De werkloosheid is vorige maand weer gestegen. In september kwamen er 11.500 werklozen bij, 9700 mannen en 1800 vrouwen. Het totaal aantal werklozen is hiermee op 265.000 gekomen. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de metaalindustrie zijn het vandaag in Zoetermeer eens geworden over een nieuwe CAO. Vooruitlopend op een nieuw systeem van functiewaardering krijgen metaalarbeiders er 75 gulden per kwartaal bij. Per 1 januari komt er een loonsverhoging van 1% met een minimum van 26 gulden. In de oorlog tussen Irak en Iran lijkt weinig beweging te zitten. Troepen uit Irak hebben zich ingegraven op Iraans grondgebied om zo hun posities te behouden. Iran heeft opgeroepen tot een tegenaanval. Beelden van deze strijd aan het zuidelijk front. Deze opnames werden uitgezonden door de Iraakse televisie. De strijd concentreert zich vooral rond de stad Ghoramshar. Beide landen zeggen dat zij die stad in bezit hebben. Irak beweert dat het zijn posities van dit moment wil behouden. Dan de weersverwachting tot morgenavond. Vannacht mistbanken en een kleine kans op nachtvorst. Morgen overdag wolkenvelden en op enkele plaatsen regen. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. De vooruitzichten voor zondag en maandag. Veranderlijk bewolkt en mogelijk een bui. Middagtemperatuur omstreeks 16 graden. Einde van deze nieuwsuitzending. Dames en heren, ik wens u goeienacht.